Internationale Dag van de Jeugd. Nu wel een officiële opsporing. En Janina houdt van schilderen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Vandaag wordt er over de hele wereld de Internationale Dag van de Jeugd gevierd. Dit is een dag die uitgeroepen is door de United Nations omdat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de jeugd en hun rol in de wereld. World Youth Day is de dag waarbij we jongeren eigenlijk vieren en jongeren herdenken en waarbij we luisteren naar hun problemen, naar de activiteiten die ze uitvoeren, waar we ze meer bij betrekken bij besluitvormingen, waar we eigenlijk meer aandacht schenken aan jongeren en wat ze eigenlijk allemaal willen bereiken en willen doen in deze wereld, want zij zijn de toekomst en daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan deze groep. Vorig jaar was er op International Youth Day een groot jeugdcongres georganiseerd. Het thema was toen Transforming Education. Verschillende jongerenorganisaties hebben op zo'n congres aangegeven welke veranderingen zij willen zien op het gebied van educatie. Het thema van dit jaar is Youth Engagement for Global Action. En het thema is eigenlijk gekozen om aandacht te schenken aan het meer bij betrekken van jongeren op het gebied van besluitvorming. Jongeren worden vaker uitgesloten wanneer het gaat om politieke besluiten en ook sociale besluiten, terwijl het meeste invloed heeft op hun leven. Want uiteindelijk in de toekomst gaan zij met die nieuwe wetten en nieuwe regels moeten leven. Dus het is belangrijk dat hun stem ook gehoord wordt. Nu is er over de hele wereld een COVID-19 pandemie, dus kunnen er helaas geen activiteiten gehouden worden waarbij er veel mensen bij elkaar komen om te praten over onderwerpen die jongeren belangrijk vinden. Dit jaar wordt International Youth Day anders gevierd. De Youth Advisory Group die organiseert een virtual conference, de UNFPA, samen met de UN en andere regionale UNFPA offices organiseren een virtuele regionale conference. In verband met International Youth Day. Zo zijn er ook andere organisaties zoals iSpeak die ook hun eigen conference organiseert in verband met International Youth Day. Het is heel belangrijk dat jij als jeugdige jouw mening geeft over onderwerpen die belangrijk zijn voor jouw toekomst. We hebben het recht om onze stem te laten horen. We hebben het recht om aan te geven wat we anders willen zien. We willen meer werkgelegenheid voor jongeren. We willen meer gelijke rechten. We willen ervoor zorgen dat de inheemse gemeenschap bijvoorbeeld ook inclusief behandeld wordt. Dus het is heel belangrijk dat jongeren steeds blijven praten, steeds blijven opkomen voor hun rechten. Want wij bepalen onze toekomst. Dus yes, keep pushing. Duurste mondkapje wordt vervaardigd. Officieel opsporingsbericht van ex-minister van Financiën en laatste stijgingen coronadoden niet van één dag. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. De dashboard op de COVID-19 website werd gisteravond tegen 8:30 weer bijgewerkt. In de afgelopen 24 uur zijn er 70 positief geteste personen erbij van de 244 testen die zijn uitgevoerd. En er werden 38 personen genezen verklaard. Met het nieuw aantal geteste personen hebben we nu 2559 aan totaal positief geteste mensen in Suriname sinds het begin van de pandemie. Het aantal actieve cases staat op 808. In de afgelopen 24 uur is het aantal dodelijke slachtoffers flink opgelopen. Niet omdat er in die korte tijd zoveel mensen zijn overleden, maar in een tijdspan van ongeveer 6 weken. 6 mensen zijn namelijk op de spoedeisende hulp van verschillende ziekenhuizen overleden. De spoedeisende hulp van de betreffende ziekenhuizen waren eerder niet gekoppeld, maar kunnen nu wel direct informatie doorspelen aan de dashboard, beter bekend als COVID-19.sr. Om het werk van het COVID-team en de gezondheidswerkers makkelijker te maken en jezelf en je medemens te beschermen, kan jij meehelpen door je te houden aan de COVID-maatregels. Was je handen regelmatig, blijf thuis tenzij je echt naar buiten moet, doe dan een mond- en neuskapje op in bijzijn van anderen. Het is verwachtbaar dat als meneer Hoefdraad zich niet aanmeldt bij de politie en wel de afdeling die hem nodig heeft, dat het verwachtbaar is dat er een officiële opsporing zal worden gelast. En die officiële opsporing zullen wij dan, als wij van de PR dat ontvangen, zullen wij dan die opsporing dan officieel dan plaatsen op onze website en sturen naar de verschillende mediahuizen.
En dat is sinds gistermiddag wel geplaatst op de website en Facebookpage van het Korps Politie Suriname. In het opsporingsbrief van het Korps Politie Suriname komt voor dat hij een verdachte is, waarvoor hij wordt verdacht, waar hij gewoond heeft en een beschrijving van hoe hij eruit ziet. Verder staat ook geschreven dat een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling fraude. Daarentegen is de ex-minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, een rechtszaak tegen de staat Suriname begonnen. Hij vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hoefdraad wordt verdacht van meerdere overtredingen, waaronder het witwassen van geld en oplichting. De advocaten van Hoefdraad vragen aan de kortgedingrechter om de zaak met spoed te behandelen. Een Israëlische juwelier werkt nu aan het duurste mondkapje ter wereld, $1.5 miljoen. Het mondkapje is van 18 karaat wit goud gemaakt en er zitten 3600 witte en zwarte diamanten op. Het mondkapje weegt 270 gram, dat is bijna 100 keer zwaarder dan de gangbare coronamondkapjes. De ontwerper Isaac Levi zei dat hij zelf de masker niet zou kopen of dragen, maar de Israëlier was dankbaar voor de gekregen opdracht omdat het hem genoeg werk gaf om zijn mensen aan het werk te houden in deze moeilijke tijden. Of het mondkapje daadwerkelijk gebruikt wordt is nog niet bekend, want met zo'n mondkapje op straat lopen lijkt mij niet zo'n goed idee. Money maybe doesn't buy everything, but if it can buy a very expensive COVID-19 mask and the guy wants to wear it and walk around and get the attention, you know, he should be happy with that. In deze periode, waar je bijna nergens naartoe kan gaan, is het goed dat je je bezighoudt met iets waarvan je houdt. En dat doet Janina Franklin. Zij is een jonge kunstenaar. Toen ik jonger was, hield ik van tekenen. Als ik naar tekeningen keek, raakte ik altijd geïnspireerd. En zo ben ik steeds ook meer gaan tekenen. Maar toen ik ouder werd, begon ik meer te schilderen. Ik zou heel graag een professionele kunstenaar willen worden. Want vroeger was het meer mijn hobby, maar nu ik zie dat ik steeds beter en beter erin word, zou ik wel heel graag een professionele kunstenaar willen worden. Mijn naam is Janina Cheyenne Franklin. Ik ben 13 jaar jong en ik doe aan kunst. Het type kunst waarmee ik me bezighoud is tekenen en schilderen. Ik teken en schilder het meest mensen huren en mensen van Suriname. Dus mensen met topjes en die pangies aan hebben. Een van mijn eerste kunstwerkjes was eentje wat ik van een foto na had getekend van mijn moeder. En iedereen gaf me zoveel complimentjes. Nu weet ik niet echt hoeveel tekeningen en schilderijtjes ik heb. Want met de hele coronasituatie ben ik steeds meer gaan tekenen en schilderen. Als je naar mijn tekening hier achterin kijkt, zie je dat het veel groen op de achtergrond heeft. En deze tekening gaat over Suriname, want wanneer we denken aan Suriname, dan denk je gelijk aan groen en het bos. Ik heb het zo gedaan omdat Suriname veel bos heeft en het bos geeft ons energie en zuurstof. Mijn boodschap aan alle jongeren is, blijf je steeds meer inzetten, want met je talenten kan je heel veel bereiken. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken, goedenavond.